Tja, en wat moet je nou zeggen? Er komt een... ja, ik... einde van 20 jaar studie sport. Dat is moeilijk. Ik ga even terug naar 1994. Ik presenteerde toen mijn eerste uitzending. Ik word er even emotioneel van, sorry. En er volgden nog duizenden uitzendingen met eigenlijk tal van hoogtepunten. Ontelbaar. En ja, het Sportinstituut van Nederland gaat door. Zonder mij. Dus jullie zullen het moeten doen zonder mij. Ik ga een mooi, emotioneel nieuw avontuur aan bij een commerciële zender. Bijna de helft van mijn leven laat ik achter mij. Want daar heb ik hier gewerkt bij Studio Sport. En het zal ongetwijfeld wennen worden zonder. Hobby en werk zijn hier geweldig samengekomen. En ik ben dankbaar voor de ontwikkeling die ik als mens, als presentator heb mogen doormaken. En ik ga mijn vleugels dus uitslaan. Ik ga een nieuwe uitdaging aan. Ik heb er veel zin in. En ja, emotie en vakmanschap komen zo op deze manier wel heel dicht bij elkaar. Ik zal iedereen ontzettend gaan missen. Ik dank al mijn lieve collega's. Maar ik dank jullie als kijkers zeker ook. Voor de laatste keer bij Studio Sport zeg ik een welgemeend goedenavond. Deze Denen gaan we heel ver voor een kaartje van het Roskilde Festival. Een van de grootste muziekevenementen van Europa. Deze naakte hardloopwedstrijd over 7 kilometer is al bijna 20 jaar vaste prik. De snelste man en vrouw winnen elk een kaartje voor het festival van volgend jaar. Bij de mannen wint dit jaar nummer 28. En ook de viering van zijn winst gaat zonder... Meer dan een miljoen, meer dan een miljoen inwoners van Moskou worden gedwongen om te verhuizen. In de stad gaan hele wijken tegen de vlakte. Omdat de overheid een groot aantal woonblokken uit de Sovjet-tijd wil slopen. We gaan het gewoon proberen. Excuses hiervoor. Veel bewoners pikken dat niet. Ze hebben hun appartement gekocht en willen zelf bepalen of ze wel of niet verhuizen. Maar in Rusland van Poetin hebben ze geen poot om op te staan. Dit was het RTL Nieuws van 19:30. Ja, en onze volgende uitzending is om 11:50. Heel graag tot dan. Fijne avond. En nogmaals excuses. Goedenavond. Het volgende NOS Journaal is, ik denk, om 3:00 na het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Ja? Krijg ik dat? Ja, het klopt. Ja, het klopt. Ik was het even vergeten. Eerst het vragenuurtje. Het begint om 14:00 en daarna aansluitend is het volgende NOS-journaal. Ook namens Aisha, zit je nou te lachen? Ik zit best te lachen, ja. Een heel fijne dag. Cyprus gaat ten koste van de aandeelhouders en de grote spaarders bij de Cypriotische banken. Staatssecretaris van Financiën Wekers zegt dat het een dubbeltje op zijn kant was vannacht. Nou, het was heel erg spannend. Het was een dubbeltje op zijn kant. Ja, precies. Fortis en ook het al door u zelf uitvoerig toegelichte Royal Bank of Scotland. De nieuwsminuut? Ik zie mezelf alleen niet op... Oh, oké. Okay. Vrijwel elke dag valt er neerslag, soms in de vorm van natte sneeuw. Dat was het. Hier gaat Merel Westrik verder. Ja. En daar zijn we weer. Verder dan. Aanbaar. Dennis is bij ons in de studio. Dennis, dat waren beelden uit Rotterdam vanmorgen. Mooi. En hier ook wateroverlast. En hoe is het nu? Ja, niet alleen door die zware buienwater. Hier, ja, morgen. Nog steeds die paraplu, vooral in het midden en het zuiden van het land, maar meenemen. Gaat u naar Frankrijk of Portugal, dan is het daar prachtig weer. Wat zware onweersbuien langs de noordkust van Marokko. Nee, Marokko ligt daar. Wat daar dan ligt, ik weet het altijd, behalve als je live op televisie bent, dan weet je het niet meer. En in de omgeving van Griekenland ook een aantal regen- en onweersbuien. Nou ja, de warmte zit met name in het zuidoosten van Europa. 24 graden maar liefst. Gaat lekker raar, hè? Daar waar ik ook weet hoe dat eiland ligt, maar nu niet. En 13 graden bij ons in de zachte lucht, net als vandaag. En na morgen gaat het dan geleidelijk aan ietsjes afkoelen. En de laatste mistbeelden laten ook zien. Onder de 1000 meter noemen we het mist. En onder de 200 meter mag u mistlampen achteraan gaan doen. Vooraan, nou ja, gaat lekker vandaag. Voor of achter... We zoeken het voor. Kans op een hele enkele bui. Dan wordt de temperatuur... Je bent niet te horen, Rick. Je zender stoort. Je zender stoort. Ik denk al... Ik zat in mijn... Oh, gezellig. Daar hebben we een oplossing voor. Als jij dit vast... Goed. Ja? Dan ga ik hier op de grond liggen. En dan weer gaan doorgaan. Ik leid niet af. Dit is ook heel merkwaardig, hoor. Maar goed. Storm, ja. Waar gaat het
concentreer je, Helga. Ik krijg er helemaal. Ik ben net zo rood als mijn jasje nu, volgens mij. Goed, het kan dus koud worden vannacht met temperaturen dicht bij het vriespunt, mits het lang genoeg opklaart. Maar de wind geeft nog wat roet in het eten. Wat een woord dit soort dagen. Hey schat, als jij nou snel... Dankjewel Helga, met assistentie van een laag drukgebied. En trouwens ook morgen, want dat lage drukgebied zit ingesloten tussen twee hoge drukgebieden. Daardoor blijft dat lage drukgebied rondtollen. En vooral morgen komt er flink wat regen op ons af. Nog steeds een aanvoer vanuit het noordwesten, lage temperaturen en daarbij ook flink wat regen. En fuck, dat wilde ik helemaal niet zeggen. Sorry. Mede namens Astrid, nog een fijne dag. Uh-oh. Moet die nou één knoop meer open of juist niet? Nee. Het was mijn innerlijke moraal die... Ja, boobies! Nee, even kijken, maar dan, anders zie je niks van het topje. Ja, precies. Ik heb nog zo'n oranje pak voor als je langs de snelweg werkt. Het zit je helemaal ingepakt. Ik weet het niet. Zoiets? Mother of God. Ja, yeah, if you have it, flaunt it. En dan krijg ik weer mijn moeder. Ik zie je borsten!